bel ging, hoorde ik. Dat is niet helemaal de bedoeling, want jullie allemaal weer ingetuned zijn. Dat was al heel erg hard. Vooral een heel hartelijk welkom voor alle mensen die hier voor het eerst zijn. Ik zie een heleboel, denk ik, opa's, oma's, broers, zussen, vaders, moeders. We proberen leerlingen vooral vaardigheden, competenties in algemene zin aan te reiken. Weet je, doorgaan, hulp vragen. Al die algemene competenties, werknemerscompetenties zoals wij die noemen, daar gaat het vooral om. En daar hebben die jongens wel laten zien van, en die meiden trouwens ook, 2018. En jullie zitten zo dicht bij elkaar, jullie zijn al één school? Wij zijn eigenlijk al één school. We zeggen soms nog wel van dat we van de Voorthuisschool de Emma-school zijn, maar eigenlijk zijn we gewoon Vosheuvel VSO. En werken we samen aan goede werknemers, kinderen die zometeen goed de maatschappij in kunnen. En als ze dan ook nog handig in het groen zijn en handig in de schoonmaak, is het alleen maar mooi meegenomen. Maar jullie zien ze nog niet, maar ze komen er zo wel aan. Want ik ga ze namelijk één voor één naar voren roepen. En dan komen ze hier tussendoor naar voren wandelen. Deze stoelen zijn voor de grote club. En dan samen gaan zitten. Gaan wij beginnen. Muziek! Dus nu? Valt wel mee. Valt wel mee. Ah! Nou, je hoeft niet zenuwachtig meer te zijn, want je hebt het gehaald. Ja. Ja. Ben je trots? Ja. Je mag het zeker zeggen. Je hebt heel hard gewerkt het afgelopen jaar. We hebben natuurlijk niet alleen maar hard gewerkt. Hè. We hebben ook nog wel andere leuke dingen gedaan. Gefeliciteerd man, wat voor certificaat heb je nou gehaald? Van groen. Van groen? Ja. Groen moet je doen, hè? Zo is dat. En wat vond je het moeilijkste bij het halen van het certificaat? Maar dan is. Je vond het allemaal makkelijk? Ja. Kijk, dat is de goede instelling. Gefeliciteerd man, en nou aan het werk, hè? Dat is het, hè? Eerst de tuin maar water geven, hè, denk ik, of niet? Oh ja? Ja, vind je niet erg droog dan? Nee, valt mee. Oh, okay. Dit jaar was een groep en die moesten er zo voor knokken. En het ging niet van een leien dakje. Ze hebben enorm veel bijles gehad. Zonder zeuren, zonder morren. Ja, en uiteindelijk is dit het resultaat. Dus ja, dan ben ik wel trots. Het betekent voorbeeld van privaat-publieke samenwerking, hè? Ja, dat is een hele mooie samenwerking op die manier. Dus ja, absoluut. Het kost een paar bossen bloemen, maar je hebt wel een dijk van een kweekvijver. Ja, en die bossen bloemen, die verdienen we wel weer terug. Ik ben apetrots op deze leerlingen, ja. Ja. Vanwege het feit dat het met de champagne weer zo goed ging of vanwege de certificaten? Ja, het champagne moment ging een beetje mis eigenlijk. Dat vond ik juist wel jammer. Vorig jaar spoot ik vol over mijn collega heen. Dat was eigenlijk veel leuker dan nu. Maar goed, ik ben apetrots op die leerlingen. Dat is natuurlijk waar je het hele jaar mee naartoe werkt. En er waren een aantal kinderen waarvan we dachten van ja, gaan ze het wel halen, gaan ze het niet halen. En die hebben het toch allemaal gehaald. Dus het is weer het hoogtepunt van het jaar dit.